Niettemin wel de moeite waard. Dus dit is van een oude klein boeddhistisch tekstje waar niet heel veel over is gesproken en geschreven. Waarin de Boeddha spreekt over vier dingen die iedereen waardeert. En ik heb deze tekst gelezen en ik vond het sprak mij heel erg aan omdat het heel erg universeel overkomt. En het is ook een tekstje dat een aantal dingen noemt die ook op het moment heel erg in zijn. Dus het sluit wel heel erg aan bij wat je ook ziet in de wereld gebeuren. Vier dingen die iedereen waardeert. En hiervan zegt de Boeddha, ze zijn oorspronkelijk, bestaan al heel lang, zijn zeer oud en in het verleden, in het heden, in de toekomst zijn ze niet vervalst en ze worden niet verworpen door de wijzen. En dit zijn de vier. De eerste is vrijheid van verlangens. En dat klinkt een beetje vreemd, omdat we zouden denken dat verlangens ook in heel veel, in de mening van heel veel mensen, ook positief kunnen zijn. En dat is ook zo. Soms kunnen verlangens positief zijn. Bijvoorbeeld het verlangen om mensen gelukkig te zien. Of zelfs het verlangen om jezelf gelukkig te zien. Maar dit is een term die verschillende onderwerpen omvat. Dan hebben we liefde. Nou, daar is ook weinig meningsverschil over. Ik denk dat vrij universeel wordt gedacht dat liefde iets positiefs is. Juiste aandacht. En dat is hetzelfde woord als wat we in het Westen nu mindfulness noemen. Mindfulness is de vertaling van dit woord in het Engels. Dus in het oude Pali, in het oud-Indiaas, staat er sati. En sati, dat weten jullie misschien wel, is aandacht of mindfulness. Dus het hele woord mindfulness komt van boeddhisme oorspronkelijk. Juiste concentratie wil zeggen meditatie. Deze vier dingen komen in meer of mindere mate in alle religies voor. Ze komen in meer of mindere mate in ieder geval in alle wereldreligies terug. En ze komen ook heel vaak terug als zekere contemplatietechnieken of zekere technieken die in verschillende tradities worden gebruikt om onszelf te ontwikkelen. En er is ook een relatie tussen deze vier waar we heel veel van kunnen leren. Wanneer we bijvoorbeeld kijken hoe we met problemen omgaan in ons leven en in de maatschappij. Laten we eerst eens kijken naar de eerste. Vrijheid van verlangen is een soort van umbrella term, dus een soort van omvattend begrip. Een soort van, hoe noem je dat in Nederlands, een kokerbegrip. Waarin tevredenheid, vrijgevigheid, opofferingsgezindheid en eenvoud kun je daar allemaal in terugvinden. Er is een uitspraak van de Boeddha waarin hij zegt dat eenvoud of een tevredenheid is de grootste rijkdom. Klinkt een beetje als een cliché-uitspraak die je zou kunnen terugvinden op papiertje in een koekje in een Chinees restaurant of zo. Maar het is een hele diep uitspraak als je erover nadenkt, want je kunt natuurlijk heel weinig hebben, maar als je een gevoel van tevredenheid hebt, dan wordt dat heel weinig, wordt heel veel. En dus in feite alles wat, al heb je nog zo weinig, het wordt rijkdom wanneer we tevredenheid hebben. Vrijgevigheid, opofferingsgezindheid, eenvoud. Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe we kwaliteiten in ons leven kunnen ontwikkelen die ons het leven gelukkig, die gelukkig, waardoor we het leven gelukkiger kunnen leiden. En deze kwaliteiten kunnen we dagelijks oefenen.
Vooral vrijgevigheid wordt in boeddhisme altijd traditioneel aangeraden als een van de basiskwaliteiten die we dagelijks kunnen oefenen. Dus er is een leerrede die de Boeddha heel vaak gaf wanneer hij les gaf in de tijd, in de oudste teksten. En die heette Anupupikatha, dat wil zeggen de geleidelijke leerrede waarin hij dus begon met geven als de basiskwaliteit waarin mensen ja, kunnen leven. Ik bedoel, we kunnen alleen maar in dit leven opgroeien en volwassen worden. We hebben ouders die voor ons zorgen. Als we niet hen hadden gehad, of sommige mensen worden door een voogd of iemand anders opgevoed, maar als we niet mensen hadden gehad die voor ons zorgden, dan zouden we hier vandaag niet zijn. We zijn allemaal vanwege geven, zijn we hier vandaag de dag. En dat idee is heel fundamenteel. En dat idee doet je ook denken over hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen en vrijgevig te zijn voor de ander. En dat is eigenlijk heel fundamenteel, echt een basiskwaliteit waar iedereen wel achter kan staan. Eenvoud is ook zoiets wat je eigenlijk in elke religie wel in meer of mindere mate terugvindt. Eenvoud lijkt op tevredenheid, maar dat gaat meer over hoe je je leven inricht. En ja, de eenvoud is ook kan ook heel diep gaan in je hart als je er een plaats aan geeft in je dagelijks leven. Kan dat je ook heel erg helpen om terug te keren naar het hier en nu. En niet te veel worden afgeleid door allerlei bijzaken in je dagelijks leven. Door jezelf gewoon nu en dan de vraag te stellen: als ik nu nog maar één dag in mijn leven had, wat zou ik dan willen doen en wat vind ik belangrijk? Vrijheid van verlangens is de eerste kwaliteit. En het is ook interessant dat in boeddhisme zegt men ook wel dat de eerste van de drie vergiften of de eerste van de drie innerlijke smetten of innerlijke hindernissen, negatieve emoties, is die van begeerte of dat we meer willen dan we werkelijk nodig hebben. Dus dat is eigenlijk het omgekeerde daarvan. Er is een heel beroemd verhaal wat ik al een keertje eerder heb aangehaald de wekelijkse avonden van Tolstoj, waarin hij spreekt over een man die heel veel succes behaalde met het. Sorry? Oh, ik dacht dat ik iets hoorde. Sorry. Die heel veel succes behaalde met het verkopen van land. En deze man die wist zoveel land te verkopen dat hij daar heel rijk van werd. En op een dag hoorde hij van een koppel, van een stel dat aan de rand van een bos woonde. En het bos, dat was in hun bezit. En het bos, dat was heel, strekte zich heel uitgebreid uit. En ze zeiden tegen hem: nou, u mag hebben wat u wilt. Wij verkopen het aan u voor een klein bedrag, voor een luttel bedrag. Het enige wat we als voorwaarde aan u stellen is dat u met een schep aangeeft tot waar u het wilt hebben, hè, welk deel van het land u wilt hebben, en dan dat u weer terugkomt voordat de zon ondergaat. Dat is de voorwaarde die we u stellen. En als u niet terug bent voordat de zon ondergaat, dan vervalt de afspraak. En dan gaan we er met uw geld vandoor, want we kunnen niet eeuwen blijven wachten. En die man die zegt: nou zeg, ik heb mijn slag geslagen. Ik hoef bijna niks hiervoor te betalen. En ik heb een enorm land dat ik hier van alles kan bouwen. Een enorm grondgebied. Een soort van biesbos, zeg maar. En die man die begint te lopen. Of zoals jullie in Vlaanderen zeggen, begint te stappen. En hij stapt en hij loopt en hij gaat verder. En hij komt steeds verder en hij denkt: oh, dat is ook mooi, dat wil ik er nog wel bij hebben. Oh, dat is ook mooi, dat wil ik er ook nog wel bij hebben. En dit en dit en dit, oh, dat is allemaal prachtig, ik ga verder en verder. En hij komt steeds verder in het land.
En hij wil eigenlijk steeds meer dingen hebben en steeds meer. En hoe meer hij ziet over de horizon, hoe meer hij wil hebben en er naartoe rent en rent. En uiteindelijk is hij helemaal in de knoop met zichzelf, want de zon die begint al geleidelijk al onder te gaan. Dus hij weet uiteindelijk zichzelf over te halen, maar dan toch weer, ja, toch nog een beetje verder nog. Nog een beetje meer land. Maar uiteindelijk weet hij zichzelf te overwinnen en dan steekt hij zijn schep in de grond. En begint als dus zo de mieter, begint hij terug te rennen. Want ja, hij heeft nog maar heel weinig tijd. Hij rent heel hard. Heel, heel hard. Want hij weet dat als hij niet op tijd is voordat de zon ondergaat, dan vervalt de deal en dan gaat de afspraak niet door. En dan is hij zijn geld kwijt. En hij rent en hij rent en hij rent en hij rent zo hard dat zijn hele hart begint te kloppen. En eerst klopt het hart nog in zijn borst en dan begint het in zijn keel te kloppen. En dan gaat het nog verder in zijn hoofd. En hij weet niet of hij nog wel op tijd terug is. Maar dan uiteindelijk aan de horizon ziet hij het koppel dat aan het wachten is op hem. En die beginnen hem aan te moedigen. Die zien hem, oh, je bent op tijd terug. Yay. Die beginnen hem aan te moedigen. En hij rent en rent en rent en rent en rent. En dan komt hij net voordat de zon ondergaat, de laatste straaltjes licht verdwijnen. Komt hij net bij het koppel, bij dit stel verkopers, komt hij aan. Helemaal uitgeput. En op dat moment, hij was ook niet de jongste meer, krijgt hij een hartaanval en valt hij dood neer. En het verhaal gaat over hoeveel land, hoeveel grond heeft een mens nodig? Dat is de titel van het verhaal van Tolstoj. En het antwoord is helemaal aan het einde van dit verhaal, wordt gegeven wanneer het koppel of de bediende van de man, ik weet niet meer precies wie, een graf voor hem graaft, precies op die plaats. En daar had hij maar 2 meter voor nodig. 1 bij 2 meter was voldoende voor deze man. Het is een beetje een luguber einde aan een heel oud verhaal. Of een klassieker, zou ik maar zeggen. Maar het toont wel iets over de aard van onze verlangens. Dus als we leren omgaan daarmee, dan kunnen we zoveel meer gelukkiger zijn. De tweede waarover heel weinig wordt betwist, als een hele belangrijke kwaliteit die heel goed is en ook heel aanstekelijk, is liefdevolle vriendelijkheid. Of liefde. Metta is het in het oud Pali. Het oude, ik haal vaak het Pali aan, dat is de taal die we gebruiken in onze traditie. In Zuidoost- en Zuid-Azië gebruiken we Pali in het boeddhisme. En in Oost-Azië en Tibet, de regio van Tibet, gebruiken ze Sanskriet. En dat zijn heel vergelijkbare talen. Metta wordt in het Nederlands een beetje raar vertaald vaak als liefdevolle vriendelijkheid, wat eigenlijk niet echt een Nederlands woord is. En dat komt weer uit het Engelse loving kindness. Loving kindness is een Bijbelse term en die wordt in het Nederlands normaal vertaald als goede tierenheid, maar gezien dat niemand dat meer zegt in het Nederlands, zie je eigenlijk altijd het woord liefdevolle vriendelijkheid, wat ook wel, ja, ook wel functioneert. Maar je kunt ook gewoon zeggen liefde, want in het Nederlands gebruiken we dat woord gelukkig wat zorgvuldiger dan in het Engels. Dus liefde is eigenlijk een hele belangrijke kwaliteit. En in boeddhisme wordt ook wel gezien dat het jezelf begrijpen en liefde voor jezelf daar aan de basis van ligt. Dus in de oude Visuddhimagga, de klassieke meditatiehandleiding, klassieke handleiding van het oude Sri Lanka over meditatie. Daarin staat dus ook dat als je liefde ontwikkelt, dan begin je bij jezelf.
Zoals jij dus ook gelukkig wilt zijn en niet wil lijden, zo is ook de ander. Dat is het uitgangspunt. Dus als je eerst liefde voor jezelf ontwikkelt in meditatie of in je dagelijks leven, dan is het ook makkelijker om het voor anderen op te brengen en ook verder te ontwikkelen. En het uitgangspunt is dus eigenlijk het hele idee dat je jezelf aan anderen gelijk stelt. Zoals jij wilt leven en niet wilt sterven, zo is ook de ander. En zoals jij gelukkig wilt zijn en niet wilt lijden, zo is ook de ander. Dus in het boeddhisme zie je heel vaak een heel fundamenteel uitgangspunt die eigenlijk niemand kan ontkennen, die aan de basis liggen van de hele filosofie. Zo ook, ja, de hele basis van het boeddhisme is eigenlijk maar twee dingen, het lijden en het einde van het lijden. En dan zeggen mensen wel vaak, ja, dat klinkt wel heel negatief. Is er dan niet iets van geluk? Ja, dat is er. Het einde van het lijden is geluk. Dus in het boeddhisme heb je enerzijds het lijden en dan het geluk. Maar waarom zeggen we dan niet geluk? Nou, maar geluk, daar kunnen mensen wel heel erg over twisten. Dus de Boeddha die zegt gewoon twee dingen waar niemand over kan twisten. Het lijden, dat kent iedereen. En het einde van het lijden. Nou ja, er zijn wel mensen die misschien wat minder lijden kennen. Maar ja, dat is, als je diep in je eigen ziel kijkt, vindt iedereen wel lijden. En het einde van het lijden is dus in feite het overwinnen, het overstijgen, het weten te transformeren van jezelf, waardoor je gelukkiger wordt. Dus eigenlijk zie je dit hele basisdenken, waarin in het boeddhisme eigenlijk heel goed naar onze eigen geest kijken. Zie je heel veel terug in het boeddhisme. Daarom zie je dat sommige mensen die dus heel vrij expliciet atheïst zijn, bijvoorbeeld die heel veel bestsellers heeft verkocht, Yuval Harari, ook in Nederland heel bekend met de 20 lessen voor de 21ste eeuw is het, geloof ik. Of de 21 lessen voor de 21ste eeuw. Misschien klinkt dat logischer. Yuval Harari is ook zo iemand die heel expliciet atheïstisch is. Niet religieus, maar toch leraar, vipassana is. Dus en hij heeft ook wel gezegd dat uiteindelijk, wanneer we ons afvragen waarom we lijden en hoe we met lijden kunnen omgaan en gelukkig kunnen worden. Als we die vraag nou zouden stellen, in plaats van met elkaar ruzie maken over de dingen die we toch moeilijker kunnen bewijzen. Dus dat is wel een heel goed uitgangspunt. En ik denk dat hele fundamentele menselijke en naar je eigen geest en die van de ander kijken, ligt echt aan de basis van de boeddhistische psychologie. De Boeddha die heeft vaak gesproken over empathie als de basis van de boeddhistische ethiek. Maar die empathie begint volgens het boeddhisme met jezelf te leren kennen. En dat is misschien een beetje raar, want in het Westen zijn we al geneigd om allerlei goede kwaliteiten, zoals compassie en empathie en andere kwaliteiten, te verbinden met altruïsme in plaats van zelfkennis. Ja, dus je hebt een soort van zelfopoffering nodig voordat je goede kwaliteiten kunt vinden. Je moet eigenlijk in feite jezelf ontkennen. Dat is een beetje het idee in het Westen vaak. Er zijn zelfs mensen in het Westen die zeggen van nou, de hele essentie van religie is de ander. En in het boeddhisme zouden we eerder zeggen dat de hele essentie van het boeddhisme juist jezelf is. En niet omdat we egoïstisch zijn, maar meer omdat alle goede kwaliteiten alleen maar in jezelf kunnen worden ontwikkeld, uiteindelijk. En alle menselijke kwesties en alle problemen en oplossingen, die moet je uiteindelijk in jezelf vinden. Dus het is eigenlijk een hele omgekeerd idee, alhoewel het vaak misschien op dezelfde altruïstische houding uitkomt. Hoe? Zal ik proberen uit te leggen. Dus als de Boeddha die zegt hier, dit is naar aanleiding van een verhaal, wat misschien wel grappig is voor de feministen onder ons.
Er was een vrouw die getrouwd was met een belangrijke koning in de tijd van de Boeddha. En zij was een hele eenvoudige vrouw geweest voordat ze koningin werd. Omdat de koning die viel een beetje op haar karakter en in haar schoonheid en in haar prachtige manier waarop ze was. En normaal gesproken moesten natuurlijk in de stand worden getrouwd, in dezelfde stand, in dezelfde kasten. Ook in die tijd was dat al een beetje. Maar dat was dus een beetje een uitzondering. En zij was dus iemand die heel bijzonder was. Ze was heel eenvoudig en ze nam eigenlijk geen blad voor de mond. Ondanks dat ze als beroep vroeger met bloemen bezig was, bloemen verkocht. En op een dag zei die koning, we zijn al een tijdje met elkaar getrouwd. En ik vraag me eigenlijk af, van wie hou jij het meest? En het was een beetje een romantische bui. En hij dacht, de koningin zal tegen mij zeggen dat zij het meest van mij houdt. Maar zij nam geen blad voor haar mond. En zij zei, nou ja, als je het me zo vraagt, eigenlijk houd ik het meest van mezelf. En toen was hij een beetje daarvan geschokt. Toen dacht hij even bij zichzelf, maar het was een hele filosofisch ingestelde man. En toen dacht hij bij zichzelf, ja, maar als ik me nu echt even diep over nadenk, houd ik eigenlijk ook alleen maar van mezelf. Nee, hij zei niet alleen maar, hij zei, ik houd eigenlijk ook het meest van mezelf. Maar dat is eigenlijk niet zo romantisch. Ja. Dus hij ging naar de Boeddha toe en hij legde dit probleem voor. En toen antwoordde de Boeddha als volgt. Dan moeten we indenken dat deze man was eigenlijk van oorsprong een beetje agressief van aard. Een beetje agressieve, verwende koning. En toen hij meer in aanraking kwam met de Boeddha, toen heeft de Boeddha hem uiteindelijk wat vredelievend gemaakt. En daar, dit proces zie je hier dus ook. Hij zegt hier, alle richtingen doorkruisen met de geest, dus overal in de wereld, vond men nergens één dierbaarder dan zichzelf. We zijn allemaal geneigd om van onszelf te houden. Zo zijn ook, dit is een woord, dit is even een tikfout. Zo zijn ook anderen, elk één voor zich, het eigen leven dierbaar. Daarom doet men geen ander uit eigen liefde pijn. Dus in feite zegt de Boeddha hier, ja, je hebt gelijk, we houden allemaal van onszelf. En dat is precies de reden waarom je moet ophouden met slecht te zorgen voor anderen. Dat is precies de reden waarom je moet ophouden om oorlogen te voeren. Dat is precies de reden waarom je moet ophouden met al die politieke conflictjes die je aan het houden bent. Dus de Boeddha die maakte eigenlijk het hele idee van dat je van jezelf houdt als basis van een goed hart, een goede ethiek en ook dus van de ander houden. En er is ook een andere leerrede waarin de Boeddha dat vergelijkt met twee mensen die aan een twee acrobaten die samen een trucje uitvoeren, waarbij de man, een wat oudere man, een jong meisje ophoudt op een soort van stok. En zo met elkaar in balans blijven ze, voeren ze een truc uit. En dus die man die houdt die stok vast en zij klimt op die stok. En dat is hun acrobatentruc. En daarmee verdienen ze hun geld op de straat of op de verschillende delen van India. En nu de Boeddha vergelijkt ons leven daarmee. Hij zegt in feite, als je als basis van jezelf houdt en voor jezelf zorgt, dan is dat als het ware de man die onderaan staat en die het meisje in balans houdt. Terwijl dat meisje, dat is hoe je zorgt voor de ander. Ja, dus niet alleen je partner, maar iedereen in het leven. Hoe je zorgt voor de ander, heeft als basis hoe je zorgt voor jezelf. En die twee zijn zo met elkaar in balans te houden.
Het is wel interessant, want we spreken tegenwoordig wel vaak over een soort van werk-privé-balans, maar het idee van die balans, dat zit dus al heel, is dus al heel oud. Maar ja, om een lang verhaal kort te maken. Door anderen aan jezelf gelijk te stellen, ontwikkelen we empathie. Dus als je naar de ander kijkt, zie je daarin jezelf. En het is natuurlijk wel zo dat soms mensen anders zijn dan wij. Maar je moet ergens beginnen. Je kunt alleen maar leren anderen te kennen als je ooit een keer ook naar jezelf hebt gekeken. Mensen die de neiging hebben alleen maar zich in anderen te verdiepen en niet in zichzelf. Journalisten hebben wel eens die neiging om mij een beroep te noemen. Zo heb je wel de neiging om intellectueel heel erg anderen goed te begrijpen, maar emotioneel niet. Dus in feite, als je vaak leert met jezelf om te gaan, bijvoorbeeld in meditatie, ja, zitten we eigenlijk met onszelf en tolereren we onze eigen emoties. En uiteindelijk weten we vrede en in onszelf te vinden. En ja, een beetje het reine in onszelf te vinden. En uiteindelijk op die manier merken we dus ook dat we zachter, meer open en meer geduldig zijn met de ander. Dus dan zie je die relatie heel duidelijk. Maar laten we niet vooruitlopen. Dus die hele idee van dat je jezelf aan de ander gelijk stelt, komt in alle wereldreligies en ook andere religies terug. Dus wat de Boeddha zegt hier, als men zich in de ander verplaatst, kan men niet doden of laten doden. Dat is eigenlijk de basis van de boeddhistische ethiek. En dat zie je dus in alle wereldreligies terug. Dus hier zie je op een rijtje, zie je alle wereldreligies, boeddhisme, confucianisme, wat hebben we hier nog meer, taoïsme, sikhisme, dat is in India, christendom, unitarianisme, dat is, denk dat dat van, nee, ik weet niet precies waar dat is, en native spirituality van de Native Americans, Zoroastrianisme van het huidige Irak, of in het Midden-Oosten in ieder geval. Jainisme en het Jodendom en Islam en Bahá'í-geloof, ook van het Midden-Oosten en het Hindoeïsme. En dan zie je dus in al die religies zie je dat idee terug dat je jezelf met de ander vergelijkt. Zoals we in het Nederlands natuurlijk wel kennen. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen wat je juist wilt, dat hoe je voor jou gezorgd wordt. Zo is het ook belangrijk voor de ander te zorgen. Dus dit principe vind je eigenlijk in alle wereldreligies terug. En daarom noemen ze het ook wel de golden rule of de gouden regel soms. En ik heb ooit een priester ontmoet uit Canada, die dit zo mooi vond dat hij dit altijd met zich meedroeg. En ja, hij vertelde me daarover en zo ben ik ermee kennis, heb ik ermee kennis gemaakt. Nu zijn er ook wel mensen die zeggen van ja, maar de gouden regel, de gulden regel is eigenlijk maar, dus het klopt nu niet helemaal, omdat je eigenlijk de ander niet echt, niet echt hetzelfde is als jezelf. Maar het hele uitgangspunt is juist dat door zelfkennis je ook meer open staat voor de ander. En dat vind ik wel belangrijk. Maar dit is een heel mooi uitgangspunt. Maar er is hier één vraag die hierover is gesteld. Over dit idee. Want als we nou zeggen van, nou, iedereen kan elkaar gaan helpen. En dat is heel belangrijk. Dan moeten we één ding ook niet over het hoofd zien. En Daniel Goleman, dat is de bekende psycholoog die emotionele intelligentie populair heeft gemaakt met zijn bekende boek daarover. En die ook vaak over boeddhisme en meditatie vertelt. Hij heeft hierover ook de vraag gesteld, als mensen van nature bijvoorbeeld positief graag zijn, hè, graag goede dingen doen. En dat is een tweede kwestie waar we het nu al niet over hebben gehad, maar als we ervan uitgaan dat mensen goed kunnen doen en willen doen, waarom gebeurt er dan zo weinig, zegt hij. Ik vind het zelf een beetje negatief, maar hij heeft wel een punt in dat heel veel mensen heel veel goede intenties hebben, maar dat er niet altijd op die basis wordt gehandeld.
Dit is bijvoorbeeld een bekend fenomeen wat ze ook wel de bystander effect noemen. Dat als er iemand aan het verdrinken is ergens, dat soms er bijna niemand, of misschien wel helemaal niemand, het water in springt. Omdat, ja, een soort van, ja, iedereen heeft een goede intentie, maar op een of andere manier gebeurt het niet. Dat mensen uiteindelijk de knoop doorhakken en dan in het water springen om die persoon te gaan helpen. En hij komt uiteindelijk tot de conclusie dat het te maken heeft met aandacht. En dat we eigenlijk in feite heel veel goede verhalen, heel veel goede inspirerende lessen kunnen lezen. Maar als we geen aandacht, geen mindfulness ontwikkelen in ons dagelijks leven, dat het dan ook heel moeilijk is om werkelijk die goede intenties toe te passen. Hij geeft een voorbeeld van een onderzoek. Zoals je kunt zien is dit een TED-talk. Dus als je het zelf wil zien, dan is het denk ik nog wel steeds beschikbaar. Het is wel wat ouder, maar het is een hele goede lezing, dus ik raad hem zeker aan. En in die TED-talk haalt hij dus het onderzoek aan. En daarin zie je dus dat, verschillende groepen studenten, die krijgen verschillende teksten aangereikt om te lezen als onderdeel van een onderzoek, van een studie. En een deel van die studenten die leest over het bekende Bijbelse verhaal over de barmhartige Samaritaan. En dat gaat over, over de ander, de vreemde, helpen. Ja. En een andere groep studenten die leest een heel ander verhaal wat helemaal niks ermee te maken heeft. En vervolgens gaan allebei die groepen, allebei die soorten studenten, die worden dus allebei ineens verteld dat ze, dat ze naar een andere zaal moeten waar het onderzoek wordt voortgezet. En nu gaat het, wat er gebeurt er onderweg? Daar gaat het om. Dus onderweg komen ze, is er iemand die gebogen loopt en die een beetje ziekelijk overkomt. En het lijkt alsof die hulp nodig heeft. En wat de onderzoekers dan proberen te onderzoeken is, heeft het nou werkelijk een effect dat ze een verhaal hebben gelezen over de barmhartige Samaritaan of een heel ander willekeurig verhaal? En het blijkt dus dat het geen effect had. Dus mensen kunnen heel veel positieve dingen lezen en horen, maar als dat op een manier heeft dat niet een effect op het feit dat ze die man die heel gebogen, ziekelijk loopt, te hoesten of iets dergelijks, dat ze die gaan helpen. En dan gaan ze dat onderzoek nog een wat verder voortzetten. En dan gaan ze kijken, verschilt het nu of die studenten heel snel naar die zaal toe gaan, of juist langzaam en voorzichtig met aandacht. En dat blijkt hem dus te zijn. Dus als die studenten met aandacht voorzichtig langzamerhand naar die andere zaal toe gaan, waar ze naartoe moeten, dan blijkt dus wel dat ze zorgen voor die man. En dus dat eigenlijk komt hij dan tot de conclusie, aandacht is een essentiële kwaliteit die we heel vaak missen. We horen heel vaak heel mooie verhalen, we zijn geïnspireerd om het goede te doen, en door aandacht kunnen we uiteindelijk dat ook doen. En in Nederlands hebben we natuurlijk het mooie woord zorg, wat tussen aandacht en liefde in zit. Dus in feite komen we hier op een derde kwaliteit, die dus heel fundamenteel is als basiskwaliteit, en die we dus in feite heel erg tegenwoordig vieren als een belangrijke kwaliteit in onze samenleving. Juiste aandacht of mindfulness. En juiste aandacht in het boeddhisme wil zeggen aandacht die dus niet een aandacht is die helemaal naar buiten is gericht, maar een aandacht die naar binnen is gericht en die leidt tot innerlijke rust. Dus niet de aandacht van bijvoorbeeld een scherpschutter die heel erg gefocust is op zijn doel. Dat is een ander soort aandacht. Dat noemen we onjuiste aandacht. In de zin dat het niet leidt tot een rustige geest.
Juiste aandacht is dus in die zin juist, niet in de zin van juist, niet alleen moreel juist, maar ook omdat het leidt tot ontwaking, tot verlichting. Juiste aandacht is natuurlijk iets waar we tegenwoordig heel veel, ja, heel veel belang aan hechten. Er zijn mindfulness cursussen, zelfs voor Nederlandse politici, voor Nederlandse marechaussee. En er zijn mindfulness apps die je gratis kunt downloaden van je eigen zorgverzekeraar. Dus we zijn daar toch wel heel veel belang dat we daaraan hechten in Nederland tegenwoordig. En dat is heel mooi, een hele goede ontwikkeling. Ik denk dat het wel goed is omdat we een beetje vast gaan stellen wat nu eigenlijk wel mindfulness is en wat niet. Sommige mensen zeggen dat mindfulness een beetje kan worden als een soort van nieuw trend, een nieuwe mode, zonder veel, dat het veel om het lijf heeft. Bijvoorbeeld een Mac Mindfulness noemen ze dat wel. Net zoals McDonald's heb je ook Mac Mindfulness. Maar dat vind ik een beetje hard. Ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. Het is niet allemaal commercieel. Er zijn wat commerciële kanten. Dus het is een hele goede ontwikkeling. Ik ben ook heel blij met te horen dat er in Amerika bijvoorbeeld een lid is van het Amerikaanse Senaat die gelooft dat mindfulness de sleutel is tot het ontwikkelen van een betere Amerikaanse samenleving. En deze man, die heet Tim Ryan, die heeft daar ook een boek over geschreven. Dus dan zie je dat in ieder geval, dat is ook in de politiek, in de belangrijke leidinggevende figuren van het land en ook in het bedrijfsleven, daar steeds meer ruimte voor maken om die mindfulness een plaats te geven. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. En aandacht is ook datgene wat leidt tot wijsheid. Dus juiste aandacht zit in hetzelfde rijtje in het boeddhisme als juiste concentratie, met andere woorden meditatie. En verder naar juiste zienswijze, met andere woorden wijsheid. En dat is dat is ook iets wat ons heel erg helpt. Als we vaker stilstaan bij wat we doen, hoe we leven en hoe we momenten nemen van stilte en aandacht in ons leven, dan is het ook makkelijker om te reflecteren op jezelf en hoe je verder wilt in je leven. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat aandacht, en daarmee kun je ook zeker zeggen meditatie ook, in zekere zin je de kans geeft om uit je patronen te raken, je patronen een beetje los te weken, je verkeerde gewoontes te kunnen losweken. Omdat als het ware, ik vergelijk het wel eens, meditatie en ook juiste aandacht of mindfulness, met dat je in feite je geest als het ware opwarmt. Net zoals dat je als je lichaamsbeweging hebt of als je wat aan het gymmen bent, aan het sporten, moet je eerst even jezelf opwarmen, zodat je spieren een beetje tegen een stootje kunnen, die wat een beetje zijn opgewarmd. In dezelfde manier denk ik dat meditatie en mindfulness op zekere zin je een beetje kan die flexibiliteit geven. Wat ze ook wel noemen plasticiteit. Omdat je in feite door die aandacht en mindfulness en meditatie in plaats te geven in je leven, dat je geest een zekere flexibiliteit ontwikkelt om jezelf, om je gewoontes te ontwikkelen. Goede gewoontes opnieuw te starten en ook verkeerde gewoontes te kunnen opgeven. Omdat je als het ware je los van je patronen weet te komen. Er zijn natuurlijk ook wel hele goede gewoontes die je gewoon kunt voortzetten. Maar als er iets is waar je vanaf wil, dan denk ik dat het ook makkelijker is als je omdat je gewoon geduldiger bent. Ik heb wel gehoord dat er ook zelfs cursussen zijn tegenwoordig waarin je mindful kunt leren stoppen met roken. En een van die dingen is gewoon door een andere kijk te ontwikkelen op dat roken. Door dat er gewoon heel bewust
wordt gekeken wat er allemaal gebeurt terwijl je rookt. En dan blijkt dus dat het, die perceptie van het geluk of van het plezier of van het genot van roken, dat die helemaal verandert zodra mensen bij elk van die stappen gaan stilstaan. En doordat die perceptie verandert, is de beloning weg. En als de beloning weg is, dan is ook de gewoonte, wordt niet langer versterkt. En dan zie je dus dat mensen kunnen stoppen. Dan zie je dus dat aandacht dus niet alleen maar een kwaliteit is die een beetje een soort van McDonald's is of zo, maar dat het echt wel heel belangrijk is in hoe je functioneert als mens en ook hoe je je gewoontes kunt overwinnen. En de laatste kwaliteit, die zie je dus de relatie tussen aandacht en concentratie. Ik ga er even aan voorbij. Laatste kwaliteit, juiste concentratie of meditatie. Nu zullen sommige mensen zeggen, ja, maar dit is toch niet zo universeel, dat is toch heel typisch voor India. Ja, dat is wel deels waar, maar in feite vind je ook wel een soort van concentratie en helderheid terug in bijvoorbeeld het christendom. Als je kijkt hoe mensen soms in een gebed heel diep kunnen raken. Er heeft een keer iemand een documentaire gemaakt over een soort van spirituele trance onder christelijke nonnen. En het schijnt best wel veel voor te komen. Omdat nonnen die dus gewijd zijn in een christelijke traditie, dat die dus in een soort van meditatieve toestand komen tijdens het bidden. Dus wat op het eerste gezicht een boeddhist, heel veel boeddhisten snel zouden wegwimpelen van, ja, dat is maar dat stomme gebed van die christenen. Maar dat is in feite, is er wel een overeenkomst. Je ziet ook wel mensen die boeken hebben geschreven over de vergelijkingen tussen de christelijke mystiek enerzijds en de meditatie anderzijds. Ik heb zelf ooit een boekje gelezen van Ruisbroek, een Vlaamse mysticus. En als je leest hoe hij schrijft over zijn ontmoeting met God in zichzelf, notabene, wat heel controversieel was in die tijd, dus de ontmoeting met God in zichzelf, dan zie je dus in feite dat hij hele vergelijkbare taal gebruikt als we in meditatie doen. Hij spreekt over licht en het zien van licht door het licht. Hij spreekt over een soort van loslaten van de creatie om je heen. Ja, het is een beetje moeilijk zo voor de geest te halen wat hij allemaal schrijft. Want het is best wel abstract, maar er is heel veel overeenkomst. Nu denk ik dat meditatie wel een hele goede kwaliteit, een hele goede praktijk is die heel goed is ontwikkeld in het boeddhisme. Maar ik wil alleen maar zeggen dat er ook wel een zekere overeenkomst is met andere religies. Want we spreken hier over vier kwaliteiten waarvan de Boeddha zegt dat ze universeel zijn. En ook heel erg aanstekelijk. Dus juiste concentratie is uiteindelijk waar heel veel van die dingen op neerkomen. En uiteindelijk is dat waar we ook merken dat wanneer we de goede gewoontes van eenvoud en tevredenheid ontwikkelen, liefde en ook juiste aandacht, dan merken we dus ook dat die concentratie geleidelijk ook steeds meer ontwikkelt. Dus in meditatie zie je ook dat je gewoontes ook weer een invloed hebben en je meditatie heeft weer een invloed op je gewoontes. Dus ik denk, dit zijn vier dingen. En waarom noem ik ze nou zo aanstekelijk? Omdat ik denk dat dit zijn hele goede dingen die zo universeel zijn, dat ze makkelijk kunnen worden begrepen door iedereen. Je kunt wel uren spreken over wedergeboorte en karma, en dat zal ik ook nog wel gaan doen op deze avonden. Nou, niet misschien uren, maar nu en dan. Maar je kunt ook kijken naar de dingen die we met elkaar gemeen hebben. En ik denk dat het ook wel belangrijk is. Ik ben zelf niet christelijk opgevoed, nog in een andere religie. Ik ben zelf een beetje atheïstisch opgevoed. Maar dat is niet echt gelukt. en uiteindelijk heb ik mijn moeder
hebben we elkaar weer opnieuw gevonden, juist in het boeddhisme. Dus in feite denk ik dat ja, mijn interesse in die universele kanten is gewoon omdat ik denk dat het ook heel veel illustreert dat we niet bezig zijn met identiteit of zo. Maar dat we bezig zijn met hoe we een goed mens kunnen worden. Dus het brengt je ook wel terug naar de basis. Dus niet dat ik nu een verhaal wil houden over dat alle religies precies hetzelfde zijn of zo. Dat is niet zo. Maar je moet er ook geen eenheidsworst van maken, zoals we in Nederland zeggen. Maar het is wel ja, belangrijk dat we bij het basis blijven. Dus ik hoop ook dat in de komende avonden, als ik meer over verschillende onderwerpen, naar aanleiding van vragen en opmerkingen zal gaan praten, dat we dat menselijke nooit uit het oog verliezen. En in de huidige tijd denk ik dat deze vier ook heel goed te oefenen zijn. Dus we hebben het gehad over het eenvoudige leven. Nou, als je niet meer uit je huis kan, dan kun je in ieder geval wel in jezelf. in je huis goed voor de ander zorgen. Daar heb je liefde, komt weer terug. En juist de aandacht ontwikkelen en juiste meditatie is natuurlijk ook een stuk makkelijker als je minder afleiding hebt van buiten je, om je heen. Nu is dat misschien makkelijker gezegd dan gedaan als monnik. Kom je sowieso niet zo heel veel buiten. En het is soms best wel moeilijk om je vitamine van de zon te halen soms. Maar het is best wel iets om over na te denken. Sommige mensen die zeggen van, nou, in feite ben ik nog nooit zo gelukkig geweest als nu met die lockdown. En dat is misschien wel een beetje typisch voor die mensen. Maar aan de andere kant, ja, als sommige mensen er blij mee zijn, dan blijkt dus dat je er verschillend naar kan kijken. Dus dan hoeven we er ook niet zo zwaar aan te tillen. Ik wilde maar zeggen dat dit vier kwaliteiten zijn waarover ik een beetje wilde praten en die hopelijk tot inspiratie en mooie ideeën kunnen leiden. Zijn hier nog opmerkingen of vragen over? Dan kun je die nu stellen.